Een goed jaar voor de Nederlandse economie met een groei van bijna 2%. Dat heeft het CBS berekend. Dat betekent dat 2015 het beste jaar is sinds de crisis. Toch zijn er ook zorgen. Je ziet dat de groei in China afneemt. Je ziet ook dat in Rusland en in Brazilië dat het daar moeizamer gaat met de economie. Je ziet ook dat er enige verkoeling is in Amerika en ook de Duitse industrie wat moeilijker krijgt. En dat betekent dat voor een open economie als Nederland, die ook nauwe relaties heeft met Duitsland, dat dat negatieve impact kan hebben. Ligt er een recessie op de loer? Nee, ik denk dat je kunt vaststellen op dit moment dat er in Nederland sprake is van een stabiele economische groei. En dat we bovendien erin slagen om ook een betekenisvolle stijging van de werkgelegenheid te realiseren. En nu voor het eerst meer dan 10 miljoen banen in Nederland hebben. Nou, ook voor veel Nederlandse bedrijven was het een goed jaar. En sommigen zien ook 2016 met vertrouwen tegemoet. De machines die Rademaker uit Culemborg maakt, worden over de hele wereld verkocht. Ze zijn bedoeld voor de voedselindustrie. Voor het bakken van brood, pizza of bijvoorbeeld croissantjes. Heel veel croissantjes. Dan kun je een heleboel croissantjes per uur maken, afhankelijk van de grootte van de croissant. Makkelijk 70 tot 100.000 stuks per uur. Het gaat uitstekend met de zaken, mag ik zeggen. In 2015 hebben wij wederom een topjaar gehad. Afgelopen jaren waren we al erg goed. Ja, ieder jaar eigenlijk boven budget gepresteerd. En dit jaar wederom. Want ook dit jaar is er alweer veel vraag naar de machines van Rademaker die in deze hal worden gemaakt. Al merken ze hier ook wel iets van de onrust op de beurzen en de economische tegenwind in een aantal landen. De beurs zelf is niet iets waar wij rechtstreeks door beïnvloed worden, maar wel indirect. Omdat het natuurlijk, als er minder vertrouwen is, worden er minder snel financieringen verstrekt. Bijvoorbeeld China is daar een goed voorbeeld van, waar we afgelopen jaar al gezien hebben dat de economie onder druk staat en dat financieringen moeilijker te verkrijgen zijn. Waar gaat het naartoe met de economie? Wim Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank, is er niet onverdeeld optimistisch over. Er is puur op economische argumenten niet zoveel reden om nou voor een wereldwijde recessie te gaan vrezen. Maar als dit sentiment op de financiële markten door zou slaan in een instortend vertrouwen, dan zijn we natuurlijk zwaar weer met z'n allen, ook in Nederland. Maar in Culemborg zien ze het minder somber in. Eten zul je iedere dag moeten. Dus wat dat betreft zullen wij daarin die vraag moeten voldoen. Er moet altijd brood op tafel. Er moet altijd brood op tafel, liefst wel, ja.